Alright, let's go. Go! Garnaalkroketten. Meer luisteren, maar praten is belangrijk om uiteindelijk ook een visie duidelijk te stellen. Beide zijn belangrijk, dat is yin en yang, dus buzzer. Zelf klussen. In het weekend met de handen uit de mouwen werken, de boerderij verbouwen, geeft enorm energie. Technisch natuurlijk. Gans mijn carrière is geweest rond technologie, maar ik doe het omdat onze commerciële teams het goed zouden doen. Schilderen. Mijn overgrootvader was eigenlijk een gekende aquarellist en ik heb een beetje vaardigheden overgenomen. Fiverr en Unifiverr, alle twee even belangrijk, Noord en Zuid. Een gitaar. We hebben piano, we hebben gitaar, maar ik zie dat ik meestal de gitaar vastneem. Maal twee, dus ik denk dat is sneller. Vroege vogel, om 5 uur opstaan. Improvisatie, wat hier vandaag nu gebeurt. Liefst eigenlijk passagiers. Ik hou niet zo van in de files te staan. Beide zijn belangrijk. Ik denk goede technologie vraagt artistieke kundigheid. Hybride nog tot heden. En dat heeft te maken met mijn discipline rond opladen. Zingen. Ondanks het feit dat mijn vrouw zegt dat ik ook goed kan dansen. Reizen naar de toekomst. Altijd toekomstgericht zijn. Het verleden kunnen we niks meer aan doen. We moeten kijken naar de toekomst. Gent. Zeker hybride. Ik heb graag de mensen ook af en toe eens in de zaal. Ja, beide zijn mijn favorieten. Op kantoor. Ik krijg energie door te interageren met de collega's. Ik heb wel iets voor een hond. Mijn hond heet Louis, maar bon, het is een collega van Samson. Ja, depends on what you want to send. Zeker de zee. In het mooie De Haan vertoef ik af en toe en met een absolute ongelooflijke goede mobiele coverage is dat daar fijn om te verblijven. Risico nemen. Ik denk ja, alles wat we de voorbije jaren hebben gedaan met betrekking tot onze uitrol ging ook vaak over risico nemen. Midsummer Murders, want dat helpt mij om eens wat vroeger in slaap te vallen. Organisatie, omdat als je grote programma's doet die 10 miljard vragen, dan bent u best goed georganiseerd. Ah, it's done. Thank you very much.